Na een bijzonder inspirerende avond gisteravond bij proeflokaal Goesting in Venray, waar 90 liefhebbers hebben kunnen genieten van bieren van Brasserie du Buisson, plus barrel aging bieren, want dat was wat op het programma stond, ben ik nu op weg na een paar uurtjes slaap. Ja, bier zit in mijn aderen, is mijn passie, dus dan heb je niet zoveel slaap nodig, want dan ben ik alweer helemaal op en top vol energie, omdat ik weet dat ik nu naar Brouwerij Het Anker ga. Bekend van Gouden Corollus, Cuvée van de Keizer Blauw, diverse andere prachtige bieren. Ik ben er een paar jaar geleden ook geweest. En nu is er alweer heel veel veranderd, zoals bij heel veel brouwerijen. Ze doen infusion van whisky, ze doen stoken, ze doen heel veel mooie dingen. En ja, ik ben dus benieuwd hoe ze vandaag voor staat. En ik ga jullie daarin meenemen. Een kijkje achter de schermen bij Brouwerij Het Anker. Nu sta ik, zoals heel veel Nederlanders altijd staan, op de Ring Antwerpen in de file. Gelukkig ben ik op tijd vertrokken en heb ik zelfs met een uur vertraging nog, kom ik niet te laat. Ik zeg, rijden jullie met mij mee? Gebrouwen. Het ruikt altijd zo lekker. Heerlijk. Als ik dat zou kunnen overbrengen. Oh, die moutgeur. Heerlijk. Hier was het dat ik in 2010, 2011 kwam en dat daar enkele vaten lagen. En nu, moeten we nu eens kijken. Het ligt helemaal vol. En naar ik heb begrepen, alle lagen, alle verdiepingen, helemaal compleet vol. Het is de basis van hun speciale gelegenheidsbier. Wat elk jaar met whisky infused is. Fantastisch, hun eigen gestookte whisky. En ja, dat is mooi als je zo'n eigen product hebt om op de markt te brengen. En zo ook een hele mooie smaak. Wat dit jaar wordt, dat is nog even geheim. Over een paar weken wordt dat bekend. Maar ik vind het al heel fantastisch om hier te staan en om hier in tijd te staan. Je ruikt die vanille, je ruikt die rijpingstonen, de angel share zoals ze dat noemen. Wauw, hiervan gaat een bierhart echt harder kloppen. Altijd weer in de brouwzaal, die ook echt daadwerkelijk actief is. Buiten zie ik hier de rook langs de ramen komen en ik ruik de mout. Fantastisch, de brouwzaal. Vandaag de dag bij Brouwerij Het Anker. Waar alle bieren nog worden gebrouwen, jaarlijks zo'n 40.000 hectoliter. In Doegens. En in Doegens is het gelegenheidsbier wat voor de eerste keer whisky-infused was. En immens hoge vraag tot gevolg, want iedereen wilde dat hebben. Maar het gelegenheidsbier moest in ere worden gehouden. Dus dat is steeds elk jaar iets anders. Dus nu hebben ze toch bedacht van de brouwerij. Ja, de twee liefdes, de basis van deze site, zoals ze dat in België noemen, is de stokerij en het whisky en het bier, om dat weer terug te brengen bij elkaar. En dat wordt teruggebracht bij de Gouden Corollus Cuvée van de Keizer Whisky Infused. Ze doen nog niet aan barrel aging, zeg nooit nooit, maar ze willen mooie constante kwaliteit. En zeg het nou zelf, wie heeft er nu een eigen gestookte en gemaakte whisky en dat gebruikt in eigen bier en samengebracht tot iets moois nieuws? Inderdaad, dat is alleen Brouwerij Het Anker. Ja, en als je dan natuurlijk daar staat en het over de whiskystokerij hebt, dan moet je er eigenlijk misschien maar heen. En dat is zo mooi dat ze daar dan vandaag even tijd voor maken, want hij is eigenlijk dicht. Nou, kijk eens hoe prachtig dit is, een hoeve. En nog helemaal ja, in zijn natuurlijke staat. Natuurlijk ook in de herfst met al die mooie prachtige kleuren. Hier wordt dus het whisky gestookt van Brouwerij Het Anker. Wisten jullie dat in de basis bier
en whisky dezelfde basis hebben. De mout namelijk. En tot een bepaalde hoogte, de mouting die dan wordt verwarmd, is eigenlijk het proces hetzelfde. En daar scheidt het zich van een bier bij whisky. Dus heel duidelijk het verschil tussen jenever en single malt whisky. Inderdaad, die barrel, die rijping, die is heel belangrijk. Basis is de Gouden Carolus Triple, natuurlijk zonder de hop, hè, dus dat is alleen het mout van het bier. Dat wordt hier gebracht, dus het brouwdeel dat blijft echt bij het anker. En dat wordt hier gebracht en vervolgens begint hier het stoken. Hier achter mij zie je dus de twee stookketels, dus het is op basis van twee fasen. De eerste is de wasstil, daar komt echt het eerste destillaat uit van ongeveer 20%. Dat is hetgeen wat jullie nu zien. Ja, heel zuiver. En vervolgens gaat het door naar eigenlijk de spirit destillaat. En daar krijgt het echt veel smaak, de body. Dat is eigenlijk de achterste die jullie daar zien. En die krijgt uiteindelijk als resultaat zo'n 70% alcohol. En nou ja, alles is dus de basis. Die Gouden Carolus Triple, dus dat is heel mooi dat die smaken van het bier ook weer in het uiteindelijk dan straks de whisky terug te vinden zijn. Maar zo zie je dus dat eigenlijk twee producten in zijn natuurlijke vorm weer in een nieuw de Gouden Carolus cuvée van de keizer whisky infused terugkomen. Hier zie je fantastisch wat de jaren en de rijping op die bourbonvaten doen. En die verschillende vaten. En vooral wat voor kleur het meegeeft. Hier zie je het in zijn puurste vorm. En naarmate de rijping langer is, zie je aan het eind hoe mooi koperkleurig het destillaat eigenlijk geworden is. De whisky in dit geval. Dus heel mooi om te zien hoe belangrijk die rijping dus op die vaten is. Ja, en er is natuurlijk niets boven gewoon het proeven. Dat hoort er natuurlijk bij. En dat is ook weer een vak apart. Net zoals dat proeven van bier een vak apart is, is dat van whisky ook. Ik heb mij net laten vertellen dat het belangrijk is om af en toe wat water toe te voegen, zodat je wat meer aroma's weer vrijkomen. Die je dan, de esters die je dan kunt proeven. Nou, het is natuurlijk ondenkbaar dat we dat met bier gaan doen. Dus, maar goed, ik ga eens even kijken hoe in de basis ooit de Gouden Carolus Triple nu tot deze mooie whisky heeft, is gerijpt. Ik ben absoluut geen kenner. Dus het mout en de basis en het graan, dat haal ik er altijd wel uit. En voor de rest zou ik me hier eens in moeten verdiepen. Ik weet wel dat er heel veel bierliefhebbers zijn, steeds meer, die ook van whisky houden. Voor nu zeg ik proost. Daar achterin is het hotel. Daar kun je slapen. Fantastisch, heb ik in 2010 ook gedaan. Nu is helemaal gerenoveerd tot echt prachtige kamers die alles ademen van bier en whisky. Maar vooral ook van brouwerij het Anker. Ik heb hier vandaag hele mooie ervaring gehad. Een ervaring met passie, met emotie. Een site waar alles samenkomt. En met name ook het brouwen en de historie. Alles is in zijn waarde gelaten. Dat maakt het mooi. Bezoek dit eens. Ga dan zeker overnachten in het hotel. En zorg ervoor dat je hier natuurlijk in het café, maar ook in het restaurant heerlijk gaat genieten. Want dat is bier en food bij uitstek en de bierbeleving die je kunt hebben in Belgisch Bierland.